Zetten van een roerdeeg. Een roerdeeg is een boterdeeg dat geroerd wordt. Dit mag op de werkbank of in een bekken. Zeef de bakpoeder en de bloem op de werkbank. Verdeel deze in 3 delen. Meng de melk met het suiker en zout. Zo lost de suiker sneller op. Maak de vetstof, in dit geval karoteenboter van 22 graden Celsius, met de hand zalfachtig en zacht, niet luchtig. Voeg je suiker-melkmengsel toe aan de boter. Zorg voor een homogeen geheel. Voeg de bloem in 3 delen toe. Zo neemt de boter de bloem beter op. Voeg de vulling toe, in dit geval gemalen kokos. Creëer een homogene massa. Maak je handen schoon. Vet de bakplaat in. Vul de spuitzak. Spuit de kokosgalettes in verband op de bakplaat. Bak het roerdeeg af. Het uitvloeien tijdens het bakken zorgt ervoor dat de roerdeegkoekjes plat, krokant en dun zijn. Dat komt door de drijvende bestanddelen, vetstof en suiker.